Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag een vloggie. Zo! Ja, na lange tijd, 2 weken zijn we eruit geweest. Ja. Ja, jullie zaten daar ontzettend veel comments. Waar blijven jullie? Waar zijn jullie? Wat is er gebeurd? Wat is nou gebeurd? Ten eerste, ik heb geen gel meer. Dat is het hele probleem. Crisis jongens, crisis. Producten worden duurder. Nee, kijk, weet je wat het is? We hebben even een pauze genomen. Ja. Rustiger aan. We hebben geen pauze genomen. We hebben rustiger aangedaan. Ja. Car Wash For You is volledig doorgeknald. Elke dag. Ja, elke dag pakketten. Noem het maar op. We hebben het alleen niet gefilmd. We hebben een pauze gedaan op YouTube. Daar zijn we even helemaal mee gestopt. Geen social media. Even niks. Even helemaal niks. Nee. Gewoon even zen. Lekker rustig. Even lekker rustig inderdaad. Ik was bezig met de verbouwing. Dus daar had ik ook eventjes tijd voor nodig. Maar het is hier één dode boel. Ja, we zijn weer terug. Maar dat kunnen jullie ook zien. Want dit is niet normaal. Nee, de prullenbakken puinen uit. Hier ook gewoon met de stickers van die. Natuurlijk, Sticker For You. Dat liep ook natuurlijk door. Alle webshops zijn gewoon volop doorgegaan. Onze plantjes, dat is dan allemaal opgestopt. Ja, ondanks we ze water hebben gegeven. Zijn die helaas... Wel ben ik benieuwd naar één ding. Jij hebt wat nieuws in je hand. Ja. We hebben een nieuwe camera. Ja, klopt. Ja, we hebben dus een aanschaf gedaan van een nieuwe camera bij Apollo. Alleen we mogen even testen. Even kijken even, of het even wat lekker is. Proeven. Laat even weten. Is deze camera ik veel beter? Ik weet alleen niet met de stabilisator, maar misschien met een instelling nog. Ja. Maar als het goed is, moet deze wel sneller scherp zijn, worden. Beter beeld. Deze is 1.4, dus ook als je dan, ook als je dit doet, dan heb je één helder handje en de rest is nog een beetje wazig. En dan focust die nu weer op ons. Kijk, dat is goed. Dus, maar in ieder geval... Het is een troep. Wat ik wel, weet je wat me wel verbaast? Er waren heel veel comments. Waar blijven we? Waar zijn we? Ja, zijn we dood? Maar we hebben gewoon gezegd op ons hoofdkanaal dat we 2 weken stoppen. Ja, en die is 150.000 keer bekeken. Ja, maar komt dus nog meer. Precies. Maar ik denk eerder dat mensen niet de volledige video kijken. Dat doe ik ook niet altijd, doe je. Precies. Dat is gewoon de dingen die je wilt. Zullen we de andere kant even laten zien? Want dat is ook echt bizar. Ja, dat is bijna leeg. Ja. Dus dat besluiten we daar ook. Pamperpam. Kijk eens. De kast. De velgenreiniger is op. Noem het maar op. Het is gewoon... Leeg. Pallet snowfoam zijn binnen geweest, want dat is nog steeds bizar hoe hard dat loopt. Ja, dat blijft. Want ook de snowfoam, het staat... Die stabilisatie moet ik wel even zeggen, dat moeten we even opzoeken. Dus wel even zoeken kijken. Ja, ja. Het is wel weer mooi, want ik heb steady handjes. Oh, ik merk het ook weer al inderdaad. Met draaien en zo, dan zie je het wel heel snel schommelen. Dus misschien een setting. Even... Maar wij hebben niet stilgezeten qua bestellingen. Nee, het is zeg maar... Wij zijn gestopt even met YouTube, dat is het vooral. Gewoon even rustiger aan. En laten we ook meteen één vraag beantwoorden. Want ik weet zeker dat we die vraag hebben. Is het ook klaar? Dus als iemand zegt in de comments over deze vraag. Hebben wij geld gekregen van de verzekering? Ja, dat hebben we teruggekregen. Hebben we genoeg geld van de verzekering teruggekregen? Nee. Hoeveel geld gaat het ons totaal kosten? 6.000 euro. 6.000 euro. Nou, is dat ook uit de wereld? Jongens, het heeft ons totaal dus 6.000 euro gekost. 9 weken hebben we de kwast gehad. Min 6.000 euro van onze rekening. Dat is een dure. Dat voor is een geld dure. Dat we zeker kunnen huren. Ja, zeker. Maar het doet ons ontzettend pijn. Ja, en we willen het erover ophouden. Ja. Wat er ook. En ook dat is een van de redenen waarom we even gestopt zijn met de socials. Het echt zo kut. Ja. En het deed ons toch wel iets. Het deed ons zeker iets. Dus, en nog steeds, hè? We zijn zoveel verder, maar er staat nog niks op de rekening. Nee, zeker niet. Het nee, is maar... non-stop e-mailen, maar het komt goed. Maar niet het bedrag. Nee. En wat ook de grote vraag is, willen wij nieuwe quads gaan kopen? Weet ik niet. Ik vind het eng. Qua... Ik vind het ook eng. Als je ze hier neerzet, zijn ze toch weer weg. Binnen een week zijn ze weg. Denk, kan. 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 Ja, we zijn niet meer zo positief. Nee. We zitten niet meer positief in het leven. Nee. Raar, hè? Trouwen het is niet echt meer. Nee, het is echt heel raar. We zijn altijd positief, maar bij dit heeft ons zo'n klap gegeven. Ja, we merken gewoon aan alles dat we gewoon... Ik weet niet, het doet wat met ons. We zijn gewoon Gewoon, het was echt ons... We zijn echt boos gewoon. Ons speelgoedje. Ja, we hebben keihard gewerkt voor iets. Het was een droom die uitkwam. Ja. En de droom kan niet worden vervolgd door dat het gejakt had. Maar we hadden het ook niet verwacht, hè? Nee, het was ook wel een beetje naïef misschien. Ja. Maar als je iets koopt... Blijf er vanaf. Blijf vanaf. Maar dus wij zitten zo in dibia van licht naar ons of... ook van de kwadwinkel, van die dingen zijn zo nieuw dat gebeurt bijna nooit dat zoiets gejat wordt. Om gewoon 2 stuks te jatten. En de ene zegt van, jij hebt er hard voor gewerkt, zijn jouw spullen, blijf met je poot vanaf. Ja. En een ander zegt, ja maar je zit ook op social media, eigen schild, precies, dikke beeld. Dat is wel heel raar. Dus, maar, ik heb er geen idee. Precies. Maar. Wij gebruiken het voor content natuurlijk om jullie mee te nemen. Maar tuurlijk. Goed, ze zijn weg. Het is weg en verder. Ja, we moeten ook gewoon door. Maar, over doorgesproken, wij gaan dus eventjes de voorraad aanvullen en alles opruimen. Het is één grote bende. Het is echt niet gezond. Nee. Maar dit zijn alle pakketten van de afgelopen weken gewoon. Hè? Allemaal vol al die sliers. Maar we gaan eventjes cleanen. Kijk eens jongens. Hero is weer de velgenreiniger. Hij is weer helemaal mooi bijgevuld. Ik heb even de settings gekeken van deze camera. De stabilizer, de trillings wat jullie nu heel erg zien. Die kunnen niet aangepast worden. Dit is het. Ja,
Dat is wel een beetje jammer. Dat is een minpunt. Want helemaal met lopen trilt dat echt wel heel erg. En ik denk dat dat wel vervelend is om naar te kijken. Dat denk ik ook. Dus, maar we gaan het meemaken. Ja, misschien is hij kapot, maar dat denk ik niet. De trilfunctie. Ja, want het is wel een functie op met stabilisatie. Ja, maar ik denk niet dat hij kapot is. Ja, het is wel een leentoestel. Hij is ook wel gebruikt, alleen ik denk niet dat hij... Het is natuurlijk, wij hebben wel een camera gehad die echt wel goede stabilizer had. Koen heeft ook een beetje trilhandjes, dus daar moeten we sowieso wel een goede stabilizer voor hebben. En ja, dat kon hij helemaal erin. Nee, dit is heel slecht. Ja, dit is echt... Dit is... Weet je wie ook zo erg heeft? Ties. Ja, nee, maar die heeft nog erger. Nog 10 keer erger. Ja, die heeft echt 10 keer erger. Ja. Het is gevuld. Het is bijgevuld. We moeten opruimen. Heb je er zin in? Als ik dit zo zie... Ja, ik heb er geen zin in, maar we hebben nog wat gezien. Ja, onze boot. Er ligt iemand bij ons tijgertje. Ja, dus ik ben heel benieuwd. En die lijkt superveel op onze boot. Ja, in een andere kleur. Ja, want we hebben Timo hebben wij onze roeiboot gegeven. Als ook gewoon extra. We hebben hem natuurlijk die kar gegeven en al gereedschap. Ja, die mocht hij hebben. Ja, en hij mocht een boot hebben van ons. En dat lijkt die boot, maar... Heel mooi gemaakt. Hij is maar heel mooi gemaakt. Hij ligt ook precies aan ons stijger. Ja, met een dikke motor erop. Dus ik ben benieuwd of die boot al van Timo is. Maar dat kunnen we gewoon aan hem vragen. Dan vragen we, is het al onze boord? Precies, ja. Het ziet er weer mooi uit. Ja. Mooier dan of de kast is gevuld. We zijn weer op locatie. Aangekomen bij onze lichtplaat. Ja, inderdaad. Ja, er ligt wel wat. Ja, een rode boot. Oh, hij is niet meer rood. Hij is wel rood. Een rode boot. We hadden een foto gezien en daar zag je er echt heel mooi strak uit. Maar dacht je dat die van ons was? Nee, sorry voor die enorme trilling trouwens. En als jullie denken, hey, is het een nieuwe dag, want je haar is gedaan. Nee, dat hebben we net ook even snel gefixt. Au. Nee, dit is niet onze boot, kan ik je vertellen. Nee, die had ik graag willen hebben, want je kan een parasol in het midden zetten. Deze is heel clean en mooi. Motortje ook, maar hij ligt wel aan onze stijgert. Met een nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, er is weinig van ons bij, hè. Ja, je mag hier een stijger bouwen. Je mag hier inderdaad, ja. Maar we hebben hem wel gebouwd en we hebben ervoor betaald. Qua het hout. En zo. Maar dat hout kunnen we altijd nog wegtrekken, want dat hout willen we dan opnieuw gebruiken. Ja, zoals die boei, die is niet van ons. Nee, dus daar blijven we netjes vanaf. Maar ik denk als de persoon zelf... Dan zoekt hij wel een ander plekje. Ja, of andersom, of hij zoekt wel een plekje. Leeg. Ja, daarom. Dus ik denk... Maar wij kunnen ons eigen plekje ook ergens daarom maken. Halen we dat hele nieuwe voor onszelf. Ja. En dan mag deze persoon deze hebben. Alleen dan als wij hout nodig hebben. Zo, dit is ook helemaal kapot. Dan moeten we wel. Maar dan kan hij zelf ook bouwen. Dus. Een ander plekje is misschien wel leuk. Ik denk het wel. En dan gaan we iets veel mooiers bouwen. Ja, echt een stijger. Ja, echt een stijgerstijger. Gewoon tot wat mag. Want we hebben natuurlijk ook bij de gemeente toe moeten vragen en doen. Maar we weten wat mag. Ja, dus een beetje. Ja, een beetje. Ja. Maar het mag niet aan de kant vast. Nee. Dus dat kunnen we goed regelen. Ja, dat kunnen wij zo prepareren. Nee, echt een mooi bootje. Nieuwe plek. Niet onze boot. Nee, dit is ook niet van ons. Wij kregen heel veel van, jullie boot ligt daar. Hebben jullie een nieuwe boot? Nee, hij is niet van ons. Het is niet onze boot. Het heeft gewoon iemand anders. Het is niet onze plek, hè. Nogmaals. Het is gewoon een random plek. Mensen mogen het gebruiken. Het ligt al heel lang stil bij ons. Dus ja, dan pak je hem gewoon. En terecht. Want hoe lang heeft daar nou niks gelegen? Een half jaar of zo? Deze hele zomer sowieso al niet. En dan vragen ze waarschijnlijk nog aan de buren van, ligt daar een bootje? En zeggen nee. Zo lang weg. Ja, precies. Nou, en dan neem je die plek. En terecht. Precies. Weer eventjes naar kantoor. We waren benieuwd of onze boot was, maar het is niet onze roeiboot. Wij gaan weer even opruimen, denk ik. Ja, mooi wagen dat, maar, hè? Weer, hè? Ja. Kijk eens, jongens. De vleesafdeling. En een barbecue. Eenmalige barbecue. Dus wij gaan vanavond barbecuen. Bij een lekker kampvuurtje. Ja, dat is een goeie. Hey, en dan kunnen we onze eigen kolen hierop gooien. Ah, kijk. Oudschool. Ja, zeker waar, zeker waar. Wij gaan fles. Wie vindt dit nou echt lekker? Van die chupa chup drankjes en wat is dit ook? Chupa chup. Is het toch? Ja, maar wat een naam. Chupa chup. En dit? Pesta, dat is wel echt lekker. Dit is ook wel lekker, hè? Die chubby. Oh, dat is echt lekker, ja. Die nemen we sowieso mee. Leg maar op de... Ja, ik hou wel vast. Okay. Chubby is lekker. Ja, we houden alleen van de rode. Scooter, scooter. Op de scooter. We willen vanavond kampvuur te maken. Ja. We willen eerst even kijken of het een beetje te doen is daar. Ja. We zijn heel lang niet meer op die plek geweest en of er nog kampvuur wordt gemaakt überhaupt. Op precies, plek. Dat is ook altijd nog de vraag. Want dan kunnen wij ook gewoon nou weer kampvuur maken. Niet dat we de eerste zijn en dat dan... Nee, dat is kut. Dat het in één keer niet mag of weet nee, maar vaak is het wel in de fik gestoken daar. En altijd blikjes bier en noem het maar op. In de jaren dat het niet zo is. Wij zitten ook een beetje speculeren. Wij zitten echt in twijfel. Want als je filmpjes kijkt op YouTube, wat nu helemaal in is, dan heb ik het echt over 1 miljoen views, 500.000 views. Wij maken dit soort filmpjes heel direct. Maar dat is presenteren van dingen. Dus dat je dan zegt, dit is mijn scooter, dit is geen scooter. Jullie kennen het wel. Ja, en dan die witte tekst in beeld. Ja. Dat doet iedereen. Maar wij zitten echt te twijfel om dat ook een keertje doen. Wat zouden jullie daarvan vinden als we eens een keer zo'n video maken? Ja, voor op het hoofdkanaal. Vlogkanaal blijft wel natuurlijk. Tuurlijk. Maar dat we eens een keer zo'n video maken. Gewoon puur alleen om te kijken. Wat dat doet. Wat doet het? Ja. En
kunnen we dat? Ja, denk wel dat want dat wij denken dat aan YouTube ligt. Wij denken dat YouTube dat doorboost. Ja. Dat dat in één keer wel heel veel views. Maar dat, laat me even weten. Ik ben benieuwd hoe jullie dat denken. Ja, precies. Maar ik vind het persoonlijk niks en we verneuken het eigenlijk een beetje. Wij vinden het ook kut. Ja. Maar wie weet vindt het wel weer leuk om te doen en het, als het views haalt, motiveert. Hè. Je kan lullen. Dat is zeker waar. Dat is echt motiverend. Echt, want dan doe je het echt voor die. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Ja, laat het weten. Ga maar rijden. Op naar het bos. Denken, dat kan hoger. Dat kan hoger. Dat is een rare kleur, hè? Dat kan hoger. Een boot, zo. Ja, natuurlijk, is een kleine tank. Ja, ja zo. 5 liter bijna weer. Hoppa. Ja, was het vol, hoor. Ja, hoor. Ah. Even een beetje schudden. Ja, dan gaat het weg, hè? Ja, dan gaat het weg. Hoe kan dat? Weet iemand dat? Als je schudt, beetje dan schudden, dan zakt hij al. Kan er nog 10 liter bij. Ruikt lekker, hè, altijd. Nou, tussenstopje was dit. Scooterbandje even vol pompen. Ja, die was zacht. Alleen, hoeveel moet er eigenlijk in? Wij horen net 2,8. Klinkt wel veel. Dus laat even weten wat het eigenlijk is. Maar we gaan nu voor 2,2. Ik kan je zeggen, complete bamboestokken en alles. Dit is, hoe heet het? Een berenklauw. Oh, berenklauw inderdaad. Heel veel as. Ja, nou, wij zijn niet de eerste. Hier, pak drinken of pak sap. Nee. Nou, dat wordt een kampvuurtje vanavond. We zaten net op de scooter zaten we. En ik rijd heel dicht langs de, weet het, langs de rand. En ik zie pas heel laat echt zo'n echt een grote bos brandnetels. Ja, hij steekt uit. Hij steekt, ja. Hij steekt echt heel erg uit met zijn benen. Ja, ja. Dus Koen is nu al getroffen door brandnetels. Maar dat is de natuur, en zo is de natuur. Zo is de natuur. Maar hier kunnen we wel wat pellets kwijt. Ja. Ja, want dat was eigenlijk ons hele doel. We wilden even wat pellets verbranden. Omdat we even een mooi kampvuurtje en kunnen maken. Natuurlijk niks boven ons gevaar. Nee, geen dingetje. Wat er, maar dit hier, zoals jullie weten, hier wordt heel vaak kampvuurtjes gemaakt. Ze maait hier ook dus gewoon niet, omdat ze weten van hier ja is vuur. Ja, gewoon alles is gemaaid hier. Ja, behalve dit. Dat. Dus het is een soort van gedoogd plekje, of weet ik veel. Ja. Maar hoeveel jaar wordt dit al gedaan? 10, 15 jaar? Hoe lang zijn dat hier gasten zitten? Ja, heel vaak. Ja, en ook ja daar. Ja, als er niet vanavond al mensen zitten, dat kan ook, hè? Gezellig. Ja, oh, wacht eens. Ja, nou ja, filmt. Ja, dan gaan we dat hier niet filmen. Nee, gezellig. Gezellig. Ja. Jij vindt in één keer wat leuks. Ja, kijk eens, gesmolten glas. Kijk dit, dat is gewoon een soort van cola flesje wat helemaal gesmolten is. Gesmolten gewoon. Niet gespat, maar gewoon gesmolten. Ja. Het is wel vet glas smelten. Nou, ze hebben hier een lekker vuurtje gehad, zie je. Ja, dat zeker. Dat ligt echt overal glas, ook aan die kant. Hier ligt ook glas en shit. En ja, dat is dan wel weer jammer, maar ja, dat is niet aan ons. Nee, en hier lopen toch niet mensen met blote nee, dat is vuurtjes zeker waar, ja. Nee, ja, we gaan even een kampvuurtje maken. Ja. En een lekker barbecue'tje. Och, ja. Lekker genieten. Ja, heerlijk. Hier achter ons zien we een boom, moet je kijken. Die is helemaal dood. Als enige, hè? Als enige helemaal dood. De rest is allemaal groen. En die boom daarachter die is helemaal dood. Zijn door de bliksem. De hoogste boom lijkt me. Want hoezo is die zo kaal? En daarnaast is wel gewoon groen, dus ja, ik weet niet. Maar die takken vind ik lekker. Dat is één ding wat zeker is. Ja, die boom is echt droog. Mooi vliegtuig, jongen. Ja. Die wonen, ja, dat lukt niet. Nee, ik denk, maar die valt wel snel op. Hè? Wist je nog dat we een keertje hier een kampvuur aan het maken? Kapot, hetjes binnen, allemaal gezeik. Toen hebben we nog geholpen. Ja, hebben ze eruit gehaald. Ja, hebben we de hetjes gered. Mannen helpen op zijn mountainbike. Toen was er een hert was zo binnen dat ding, toen was er een boom omgevallen. Toen nog hertjes geholpen toen we kampvuur aan het maken waren. Ja. Dus wat vond het zielig voor de herten. Sorry voor het lopen dat het zo niet zo bal mooi is, maar wel een mooie boom, hoor, moet ik zeggen. God non de tju. Ja, veel mensen kennen deze plek wel, hoor. Ja, dat weet ik zeker. Hier hebben we wel wat miljoenen views behaald. Miljoenen. Zo, over die raketvuurpijl hier. Ja, die is 1,6 miljoen, ja, hè. Niet normaal. Gewoon één video schoten we zo in dat dingen om. 1,6 miljoen dat views. Dat zijn nou video's die echt gaaf waren. Ja. Gewoon met die buis en dan op dingen mikken. Het was gewoon een soort checkpoint wat we deden. Wij deden gewoon echt zulke lijpe shit altijd. En ze maakten zulke lijpe content. Vonden we zelf. Ja. Vonden heel veel jullie kijkers het ook. Ja, fantastisch. Want we haalden echt miljoenen views. Niet normaal. Hé, deze focus nou weer minder. Die camera is nog even een dingetje. Ja, de camera is nog even een dingetje. Maar ja, gewoon, we haalden gewoon 400.000, 500.000 views per video. Ja, ja. Nu daarentegen 50.000, 60.000. Ja, voor ons is dat relatief weinig. Maar ja, de verdienste is gewoon wel hetzelfde. Vroeger haalde je 500.000 views, dat stond gelijk nu aan 50.000 views. Aan verdiensten. Ja, ja, dat was echt raar. Je helemaal niks bij. Nee, vroeger echt verdiende niet je niks. We waren echt zulke mooie tijden hier beleefd. Ja, echt niet normaal. Ik zou het zo nog ja, ik ook, zeker. Video's, gewoon buizen, aardappels schieten, dingen kapot. Maar weet je wat het is? De tijd is nu zo veranderd. Ja, dat is niet normaal. Nee, we mogen en niks. Heel veel we mag mogen niet. Nee, echt, we mogen niks meer. We moeten ons helemaal indekken met een kampvuurtje maken. Kom op. Ja, laat om ons gewoon even genieten. Ja. Er zit eng beest in, hè? Die gaat helemaal zo de hoek om. Echt? Ja. Oh ja. Koen houdt niet van muizen.
Ja, maar nou, dit is geen muis, kan ik je zeggen. Een flinke muis. Een flinke vos, dit. Ja, dit is wel vet, een vosje. Ja. Vanavond hebben we een vosje. Ja, vanavond komen. Wij hebben mooie dingen ook gezien, hè, in de avond. Met kampvuur maken. Gewoon een hertje, een dingetje wat langsloopt. Ja, honderden alles. Hertjes. Ja, boswachten. Ja. Brandweer. Ik kom wel even een aansteker pakken, hoor. We hebben een klein brandje. Kan dat nou weer? We hebben geen aansteker. Wij en geen aansteker. We worden echt oud. Ik had al een hoopje gemaakt om even te testen. Zo, hoopje, dus flinke hoop. Ik had al een hoopje gemaakt. Dit was jouw ja, hoopje. Dit was mijn hoopje. Oh. Jij hebt de hele berg. Dat is leuk voor vanavond. Ja, echt. Oké, jongens, we zitten lekker in de auto. Volgeladen met pellets. Dus dat betekent dat we een kampvuurtje gaan maken. Ik heb de besteklaar bij me. Die gaat ook de fik in. Maar we gaan even naar een andere locatie. We gaan bij de scouting het vuurtje maken. Ja. Even wat subtieler vuurtje, want daar kan je gewoon een subtiel vuurtje maken. Want we hebben eigenlijk niet zoveel zin om helemaal daarheen te gaan. Het is best een stukje. Het is best een stukje. Dus we dachten, we doen even snel in de buurt, want we hebben al honger. Dus daarom gaan we... We hebben een andere locatie, want we hebben gewoon honger. Dus we doen daar ook, kunnen we alleen iets minder groot kampvuur maken. Maar dat is waar het is, dan wordt het gewoon gezellig. Zolang er maar een vuurtje is. Precies, dat is het allerbelangrijkste. En eten. We zijn aangekomen, hoor. De barbecue plek. Oftewel, de vuurplek. Het ziet er... goed uit hier. Iemand dacht, ik pak een takje en die is even iets te groot. Ja, nou, het is wel gelukt. Ze hebben er wel leeg geschept ook. Och. En wat ik ook aan het leeg scheppen ben is... Wat is dit nou? Moeten we dit nou altijd in de fik steken of... Dat weet ik niet. God nonde jup. Ja, met jubby. We hebben een mooie aansteker van Irando. Wat betekent dat? Ja, Irando. Een aansteker, daar wordt gemaakt, maar geen idee. Nee, we hebben waarschijnlijk besteld. Hebben aanmaakblokjes? Zeker, was alles in één toch? Volgens mij zit aanmaakblokje in één. Zie je? Fikt als een jekko. Als een echte barbecue. Oh, deze kamer is ook nog leeg. Nee, dat meen ik ja, niet. Ja, kijk. Voorbereid. Oh, dat gaat snel. Ja, heel snel. Geen aanradertje. Gooi dat papier er anders bij, want dat is denk ik dan het aanmaakblokje. Deze dagen. Ik heb de gebruiksaanwijzing, zou ik die even pakken? Oh, nou, die ligt dan natuurlijk. Volgens mij is de verpakking het aanmaakhoutje. Snel, want we vallen bijna uit. Oh joh! Ja, nee, niks. Dit is het. Ja, er zit, nou, zit wel ik denk gewoon dat fik hoor. Ja, er zit wel wat anders leuks. Dat stond er. Zo, dat moet doen. Oh, en dit kan je ook weer fikken. Kijk eens! Dit stond er. Een echte Weber. Oh, dan moest hij hierin of zo, weet ik. Ja, hij staat goed. Nou, deze dan maar fikken. Ja. De eerste zooi. Een proppie. Ja. Kolen erop. Juist, het aanmaakhout. Gewoon een papiertje. Nou, ik moet zeggen, dit gaat goed, maar dit brandt niet lang, lijkt mij. Die kolen branden, hè? Jawel. Er zit terpentine in. Oh, giftige blokjes. Giftige blokjes. Altijd lekker. Nou! Die kolen branden echt? Nou! Smakelijk! Zeker! Vlees erop en gaan. Kijk eens, de barbecue die staat aan. En Koen is bezig met het puur. Je zei klein vuurtje. Dit is de tweede barbecue. Nou, dit is de tweede barbecue. Kijk eens. Ja, dit is mooi, toch? Ja, dit is mooi. Wat was het rooster erop? Hoppakee. Nou, maar. Dit gaat mooi worden. Vuur ziet er zo satisfying uit, hè, hoe dat zo fikt. Ik vind dat deze boom wel gevaarlijk staat, moet ik zeggen. Maar ja, ze hebben hier een kampvuurplek gemaakt, dus het zal wel, zullen we wel verstand van hebben. Ze hebben er zelf voor gekozen om daar te staan. Precies. Kijk eens wat een lekker vuurtje dit. En ondertussen gaan de sperrips ook goed. Kijk hoor, ja, ze zijn lekker mals. Ja. Hoi kippie, minimum rare. Doe maar rare. Zo, wat een lekker fel vlammetje dit. We zouden het klein houden, maar het wordt wel steeds groter, hè? Nee, die is juist leuk. Voor het effect. Ja. Want als die aanstaat, dan zien ze de vlam. Ja, maar als die straks zo knakt, dan hebben we er wel twee. Ja, dit is mooi hoor. Maar is dat een laminaatje? Ja, die vond ik in het bos. Is het toevallig een klusser bij mij? Ja, net als deze. En ik ken nog wel een 107 die aan me voor ligt. En opeens sta ik in de lift, want de camera was leeg. Dus we zijn even heen en weer gereden, even snel naar kantoor, even de camera opgehaald. Daarna gaan we verder met een lekker kampvuurtje maken. Ik heb ook geen drinken mee, dat is een of andere cola. Dat gemaakt is met natuurlijk dingen. Ik heb geen idee. Stond hier op het papiertje. Was een gekke aanbieding. Ik hoop dat die gefocust was, want het is weer de andere camera. Dus we hebben weer de Canon mee. En die is wat minder goed. Maar die is redelijk in het donker filmen. Politie! Morgen. Och! Kou
Coca-Cola. Ja, op natuurlijke basis zeggen ze. We houden nog wat achter voor de andere keer. Ja, en we gaan wat bouwen, hè? We gaan iets heel moois bouwen. Ja, precies. Ja. Wij, en boven hebben we nog twee, dacht ik, maar dat doen we ook wel voor de volgende keer. Ja, precies. Wij gaan drinken. Het is geen alcohol uitgeleverde cola, ja, natuurlijk. Och, wat een mooie lamp, hè? De oldschool vlogcamera. Dit is echt een raar drankje. Dit is een of andere cola, zoals ik al zei, met een of andere natuurlijke ingrediënten. Maar wat zijn dat een wortel in? Ja, er zit een of andere wortel in. In cola, met karamel. Karamel is volgens mij sowieso een smaak in cola. Je zou denken van, cola kan niet anders smaken dan cola, maar precies, dit proeft wel dit anders. Dit proeft heel anders. Of het lekkerder is. Oei, oh. Echt een schippersknoop, hè? Oh, wat gebeurt er? We zijn niet zo hoog natuurlijk. We zitten niet laag deze dagen natuurlijk, hè? Tijd rijden. Kijk, zo doen we dat hoor, hier ook. Nee, niet dan bij de vluchtstrook, hè? Dat zeker waar. Hebben we dat wel eens gehad? Ja, toch? Met de boot! De vonken schoten eraf. Zo, we hadden de boot hadden we vast met zo'n gek spanbandding. En er zit zo'n stalen ding aan, zit er als laatste. En die was eraf geschoten, hè? Die zat op de snelweg. Pap, pap, pap. En we kijken in onze spiegel, wat denk ik, wat is dat nou eens hier zo? Kapoem, kapoem, kapoem. Lekker sub trouwens. Nou, wij gaan weer in onze lowrider. Wat een lucht om zijn ding. Ja, is de uitlaat. Kijk, Bartje is er ook weer bij. En Bartje heeft hele bijzondere sokken. Sokken? Leuren. Oh ja. Isneje, Ikea. Nee, Action. Ja, zeker. Hebben ze ook Ikea sokken? Vast wel. Want ze hebben ook Ikea shirtjes, toch? Ik vind de laarzen meer opvallen. Is het fashion? Nee, ik vind het echt totaal niks. Het is echt een boer. Trots op de boeren. Ja, dat zeker. Trots op Bart. Nou, we gaan uitladen. Kijk eens jongens. Leuk wel met die schoenen. Ja. We hebben echt wel lekker te oud. Ja, dat gaat goed samen. We zeiden nog, we doen een klein vuurtje, maar de inboedel is gegroeid. De inboedel is ook al meegenomen. Ja, we hebben genoeg hout. En het is heerlijk weer. En het mag. Kijk eens. Wat een flik. Bijna gaat die tak zo knakken en hebben we er twee. Tjo tjo, wat je kootje zo. Drop je knife. Dat is zonde. Kijk, ja. Mesje uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hij was van Pradel. Strijder. Ik weet niet wie Pradel is. Ja, het ligt eraan van wie die was, hè? Ja, als het een Duitse was. Ja. Staat er een adelaar op? Nee, staat er een adelaar op. Maar uit de Tweede Wereldoorlog, tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Maar kijk! Ja, jij dacht voor, stel we hebben nog honger voor de barbecue en er rent een... Ik dacht voor de frikandellen eigenlijk meer. Dan kunnen we zo boven het vuur. Die doet het nog. Zo, ik hoor even hier een deobus in vliegen. Ja, zullen we dat doen? Nou, zullen we er nog even mee wachten? We hebben nog heel even pauze. Hebben wij een deo? Wat? Hebben we een deo? Nee. Maar wat willen we hier onze naam in branden ofzo? Dat is wel leuk, toch? En dan mee naar kantoor. Wil jij hem in je laadje hebben? Ja. Ja, dat dacht ik. Dat is leuk. Zo. Hebben we wel een deobus? Ja, precies. En nu val je erin. Zit hij zichzelf aan het schrijven? Scoor die vlam naar binnen. Ja, graveer jij je naam er maar even. Ik ga het mooiste tekenen. Ja. Ondertussen is onze kolen op en zijn we zelf kolen aan het creëren. Ja, pas op hoor. Oké, wacht even. We moeten even de synthesis ook dicht, want anders hebben we dit, zeg maar. Dan nog een as erin. Nou, dat gaat niet goed komen, denk ik. Wacht even, een dekseltje erop. Dat dekseltje is het ook nog. Ja, dat vliegt alle kanten. Nou, ik haal de frikandel ook even weg. Ik zie het al. Koen, kan jij een kartonnetje erbij doen? Kartonnetje? Ja, dan leg ik het even op het kartonnetje. Want daar gaat het kei goed hier. Kijk eens. Mooi. Het is wel een aardig vuurtje, moet ik zeggen. Toch? Oh, hier is het wel aardig. Weet je wat ik me eigenlijk nu bedenk? We hebben helemaal niet opgeruimd. Wat? Nou, niks. Oh, inderdaad. We zouden een kartonnetje we vandaag opruimen, ja. Doen we morgen wel. Ja. Maar even serieus. Maar morgen moeten we ook wat anders weer doen. Wat moeten we morgen doen? Iets blauws. Oh ja. Ja. Ja, maar dat is niet de hele dag. Nee. We kunnen ook misschien nog even in de avond even opruimen. We krijgen gerookte... Frikandellen. Gerookte frikandellen. Oh. Dit gaat fout. Ja. Ja, gerookte frikandellen. Nou, ik gooi hem erop hoor. Even kijken, dan pakken we weer de middeleeuwse gekke ding. Dat is wel een hele vuur aan de overkant. Hè? Dat er ook nog meer dan dat. Terre terrem, terrem. Ik kan je zeggen, dit proef je terug in de smaak hoor. Denk je? Vooral die plastic eromheen. Ja. Nee, dat zit er niet in. Is dat lekker? Heerlijk. Ja, toch? Heerlijk. Zo, net als gerookte zalm is het gerookte frikandel. Precies, lekker, lekker. Ja. Zo, sinds wanneer zit deze unit erin? Zo, het is warm en gek. Tjeutje. Oh, kijk, daar gaan ze. Hoppa.
is echt heet, hè, dat vuur. Goeie fik. Ja, echt. Dag, hè? Dat hebben we niet vaak. Hé, kunnen we niet even deze een beetje rustig aandoen? En dan daar de frikandel op bakken. Nou, dan moeten we dat flink afbouwen. Ja, dat is zeker waar. Onze rokerij. Ja, dat gaat prima, onze joh. Onze rokerij gaat dat wel goed. Natuurlijk. Spaling roken. Ja, ze worden nog bruin ook, hè? Kijk hier. Hey, asje erop, even een beetje eraf halen. Dat is niet best. Spaling rokerij. Zo. Zo'n afzuiger heeft hem dit. Wat een walm, jongen. Wat een walm. Nou, ze worden wel bruin. Gaan ze lekker worden, denk je? Heerlijk. Ja, hè? Ja. We gaan ze wel proeven, hè? Ja, we gaan zeker. Op dit zelf geslepen messie. Ja, uit de oorlog. Uit de oorlog. Ja, of het nou uit Nederland of Duitsland? Geen idee. De frikandellen, de frikandellen. Draaien. Draaien. Ja. Blaas hem uit, Bart. Ja, dat was top. We zijn wel aan het doorgebruin nu. Ja. Wat een smokey, hè? Zo, top. De rook zit erin. Zullen we een restaurantje beginnen? De smoked, we hadden vroeger een kebabzaak. Ja, en nu hebben we de smoking frikandel. Nee, de smoky snackbar. De snackbar de vette handjes. Ja, snackbar de vette handjes. Oh, niet eraf. Mogen wij nog eventjes, als iemand een snackbar heeft, ik wil één dag in de snackbar werken. Ja. Twee uurtjes. Gewoon voor de video. Gewoon voor de video. Lijkt ons leuk. Werk in een snackbar voor de video. Ja, als je een snackbar hebt, contact ons eventjes. Heel graag. Mail. Kijk eens even. Nou, geloof me, die worden lekker hoor. Ik heb niet zoveel honger, dus ik neem wel de helft. Dan mogen jullie die andere lekker delen. Ja, kom op. Draai eens om. Smokyfrikandel.nl. Oh, jeetje. Hey, nee. Kut. Ja, dat fik je gewoon weg hoor. Dat proef je niet. Dat gebeurt ook in de snackbar. Kijk eens. Oh, ja. Juist. Volgens mij blazen we het alleen maar erger nu. Ja, nu. Ik zou ze eraf halen. Ze zijn wel prima zo, toch? Op een bordje. Vuurde handjes. Ja, kom maar hoor. Ja. Kom maar. Twee. Die kan weg. Ja, rollen. Volgende. Ja, die kan meteen in de natuur. Hoppa. Kijk eens, vers uit het vet. Op een mooi blad. Ja. En geserveerd op smoky dingen. Ja. Hey, waar is ons bordje? Of ligt die al in het vuur? Ja. Nou, mooi. Paja, deelbus. Leuk hè, daar. Ik probeer hier ook een puntje van te maken. Maar die wordt niet heel erg mooi, moet ik zeggen. Dat is mooi brandhout. Hoppa. En weg is hij. Onze avondkaars brandt ook. De pizza komt eraan. De pizza. Had jij pizza besteld? Ik hoor ze al in de spoedlevering. Spoedlevering. Ja, zeker. Zo, wat een vlam hè. Dit is wel lekker warm hoor. Zo. We hebben iets leuks. Bart die gaat glas blazen. Maar dan, kijk, wacht even laten zien. Het vuur moet wel wat groter dan. Kijk, we hebben hier al een flesje. Dat flesje dus wat we net aan het drinken waren. En die gaan boven het vuur. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Of hij spat kapot. Of hij wordt rood gloeiend en we kunnen er een kerstbal van maken. Ik zou hem hier ook neer opleggen of erbij. Ja, dus dat we een beetje mee kunnen genieten. Dat de tak niet eerst afbreekt. Ja, die gaat wel fik hoor, de takkie. Nou, het vlammetje gaat wel lekker hoor. Ik hoop niet dat hij uit elkaar spat. Dat hij gewoon smelt. Dat zou leuk zijn. Oh? Oh, kapot. Is hij nu al kapot? Ging, hè? Kijk, hij zit toppie. Hij is barsten. Oké, jongens, zo ziet hij er nu uit. De onderkant is dus afgebroken. Maar het vuurtje is nog heftig, dus ik zou zeggen, giet hem erin. Erin? Ja, helemaal erin. Aan de stok. Aan de stok. Hou maar wel een beetje afstand, ik weet niet of het gek gaat doen. Marshmallow hoor, net iets anders. Ja. Het kopje schoot er al snel vanaf. Ja, echt. Nou, kijken of we dit helemaal smeltend krijgen. We hebben nu even een tijdje erin. Zorg niet dat hij kapot barst, want anders ligt hij helemaal glas. Dat is echt kut. Is hij zacht? Ja, hij is nog hard, hè? Ja, keihard. Ja, het veert alleen mee met die stok. Alleen die tak gaat het begeven straks. Ja, misschien ook wel slim, want anders ligt hier glas. Glas ligt. Dat is wel zonde, ja. Dan kun je het beter in die bak laten. Mensen, als het vuur uit is en je vindt hem, stuur een foto. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd, ja. Het laminaatje doet iets geks. Er zit een of andere plastic laag omheen. Ondertussen proberen we die hooi door te zagen met hout. Hout proberen we hout door te zagen. Dat klinkt heel goed. Dat klinkt echt als een top. We kunnen hem niet via deze kant omdraaien. Wat gaan we doen? En nu tikken. Ja, aan de bovenkant. Oh. Zo. Zullen we even de rest van het hout erop gooien? Even kijken hoe hoog die gaat worden, want ook deze accu is bijna leeg. Even een pallet erop. Even een pallet. Alle pallets. We krijgen hem niet doormidden, maar zo. Het laminaat wel. Het laminaat wel. Ja. Ik denk, ja, en dan alles eromheen erin gooien, zodat we geen troepjes overhouden, maar wel een mooi vuur. Daar gaat die. Oh, yo, zo Bart. En dan is hij aan de gang, wil ik hier straks in. Ja, echt, gebraden Bartje. Maar jullie, hij komt daar tegenaan, ja, dat lukt niet. Maar daar gaat hij hoor. Dat was even... We gaan die kant doen.
Lekker kloten met vuur, blijft mooi, hè? Ja, dat blijft zeker leuk. Wij doen vrij weinig, maar kijk. Kijk, nu komt het, hoor. Kijk. Ja, strategie. Pas op voor de frikandellen. Hoppakee, door midden. Zo, nou, pellet erop. Hoppakee. Ja, bottleflip. Netjes. Gewoon recht inzetten. Ja, erin, ja. Twee eigenlijk, ja. Drie of vier. Eigenlijk die in een puntje. Ja, dat was een tent. Ja, dan kan jij die erbij zetten. Ja, lekker. En dan nog eentje erop. Kleine erop. Huizenbouw. En dan nog eentje, een grote. Aan de zijkant, ja. Laminaten tussen, inderdaad. Juist. Dit wordt een fikkie, hoor. Snel. Aan de zijkant. Dat past niet meer. Of klemmen met die grote eroverheen. Dat je die eroverheen leunt. Hij moet passen, hoor. Hier is deze kant. Ja, lekker. En nu die kleine erop. Oh, oh jee. Maar ik kan je zeggen, dit wordt flink. Dit wordt een mega vuur. Nou, allemaal ervoor staan dat ze het niet zien, jongens. Allemaal hier zo staan. Ja, ga maar allemaal staan, jongens. Een foto. Ja. Even lachen, jongens, voor de foto. Ja, leuk. Oh jongens. Dit gaat heel rap, hoor. Lekker, Bart. De thumbnail. Wat een vlam, jongen. Check dit. Holy, kijk, vergeleken Bart. Wat een vlam dit is. Zo, kijk dit, hè. Niet normaal. Kijk dan. Dit is echt bizar, hoor. En heet. Goh. Zo, dit zie je wel wat. Ja, dit is echt een mega vuur. Nee. Ja, dit is een flink vuur, kan ik je vertellen. Dat is een mooie, na lange tijd mogen we wel. Ja, inderdaad. Even een mooi kampvuurtje. Zo, wat een vlam, hé. Wat een vuur, hé. Hè? Oh, als je hier staat, denk je dat het gras gaat in de fik. Dat moeten we niet hebben. Maar dat kan iemand heeft geregend. Dat is zeker waar, gisteren. Nee. Oh. Het is wel een beetje... Ja, dat moet kunnen. Zo, hé. Maar, je mag hier een kampvuur maken zolang het binnen de ton valt. Nou, dit is prima binnen de ton. Dat moet ik even bijhalen. Wat een vlam, hè? Zo. Wat een hit ook. Jeetje, dit is wel echt genieten. Kijk die pellets zo krom trekken. De boel stort een beetje in. Hij is niet meer binnen de ton. Nee, valt nu inderdaad niet meer binnen de ton. Zo, en de camera zegt ook van het is een beetje donker als je het vuur filmt. We kunnen bijna het vuur niet meer filmen. Dat is helemaal rood, joh. Ja. Kijk hoe vet, hè? Wat een vlam. Ja, het is echt ongekend. Ja, dit is leuk. Dit is echt leuk. Met ja. Vuur, lekker kloten. Barbecue, dingetje. Kijk die rook. Ja, leuk. Heel op, mooi. Ja, heel lekker. Op. Wij gaan genieten. Kijk, geen wolkje in de lucht. Alleen wij creëren er een. Ja, we willen weer regen natuurlijk, hè? Ja, we willen weer regen. Dit is de regenwolk. Dit is de regenwolk. Zo, de focus gaat ook weer lekker. Ja, dit lijkt heel erg veel op camera, maar er valt echt reuze mee. Ja, er valt reuze mee. Ja, we overdrijven een beetje. Een paar pelletjes, het is wel leuk geweest zo. Oké jongens, jullie zien niks. Alleen een of andere gekke sterrenhemel van namelijk de 107. En de 107, dat is een leid dingetje. Ik krijg een lichtje, dat is helemaal top. En ik pak er even nog een lichtje bij. Want we staan midden in het bos en daarom hebben we iets moois. Ja, kijk, dat we is willen hooi. Een vuurtje hebben, maar we hebben geen aansteker meer. Ja, mensen denken, maar ja, dit vet groot vuur, waar is die gebleven? Ja, die ja, daar hebben we van genoten en die is helemaal uitgebrand en we hadden geen hout meer. Nee. En nu staan we midden op een weiland en wat komen we tegen? Een hooibal. En we zijn onze aansteker vergeten, dus we gaan aansteken met de uitlaat. Ja, dus we hebben hier de uitlaat en we gaan proberen te klappen. Kijk, wat dit... Wacht, iets verder dan vanaf, want dan kunnen we tenminste iets zien wat er gebeurt. Ja, zoiets. Zal ik hem even... Ja, klap jij hem maar. Yo! Nee, niks. Oh. Maar ik kan jou één ding vertellen. Ja, het rookt wel. Moet die even direct als een jacko. Oh, er zit wel echt een lijn in. Ja. Wil jij hem eens doen? Oh, ik hoor mensen. Nee, vogels. Oh, dan is het goed. Ja. Ja, dat zijn gekke ganzen. Maar ik wil hem ook even horen. Ja, dat snap ik. Maar dit is een lijn, jongen. Maar wat gebeurt er? Ja, dat ga je nu zien. Oké. Okay. Dat wordt heel vet. Komt, hoor. De knallen. Dus kentekenlampje. Thank you.
hard door. Hij gaat iets terug, ja. Ik kan... Zulke vlammen, of niet? Ja, flinke vlammen. Maar hoe is die ene? Want ik heb nu een kruis gevonden. Ja, ja, nee, dan schiet hij echt non-stop vuur. Zo warm. Het is wel droog, hè? Ja, hoe kan dat? Hoe gaat dat niet aan? Nee, want een vlam dat, die zit... Ik denk door de druk dat hij hem gewoon weer uitklapt. Maar we kunnen hem ook niet tegenhouden dat we zo staan. Nee. Want dan klapt je voetje niet lekker. Oké, okay, lekker Bartje, jongen. Yet, get it on! Ja, kan die? Ja. Kan die? Ja. Hij gaat er aan de andere kant uit, hè? Hij komt er gewoon doorheen. Hij schiet er echt doorheen. Maar komt er dat vuur? Ja, de hele tijd vuur, ja. Ja, vooral net. Ik wil even kijken. Heel. Ja! Hij staat aan weg bij de auto. Ja, kijk. Jezus. Hoe dan? Met de auto! Met een auto! Wat heb ik een kleur aangekregen! Hoe lijf is dit, hè? Flame shooter! Zo, mama, pas op voor de bossen en zo, hè? Ja, we moeten even in het midden. Oh, joh! Dat kan! Flame shooter! Oh. Wat lijf dit! Met de auto dingen aansteken! Het kan dus gewoon! Holy! Wat lijf dit! Dit was sick, hè? Dit ging vet! Dit was echt heel zo, vet. Het duurt even, maar het gaat wel. Ja, echt. Heel erg lijp. Nou, ondertussen is alle toeters en bellen van ja, de auto. We dachten nog, we kunnen dit nog overdag doen, maar het is al donker. Het is inderdaad al donker. Mooie blauwe uur, maar... Ik moet ook zeggen, ons lampje is uit. Ja, ons kentekenlicht. Ons kentekenlicht is er ook uitgeklapt. Wat een klappen maakt dit ding, jongens. Maar niet normaal. Kan je dus vuur aankrijgen op de achtergrond met dat ding? Ja, dat jazeker. Kan. Niet normaal. We moeten het wel even controleren, ja, want ik zie dat een beetje aan de zijkant. Er gaat een beetje kruip, maar hieromheen moeten we even alles weghalen. Dat maar komt dat goed. Komt wel goed. Dat gaan we even zorgen dat het goed afloopt. Rook, kijk dan, jongen. Dit ruikt heel erg. Dit was heel vet, hoor. Dit was echt heel erg vet. Maar in één keer. Maar schoot hij in één keer? Nou, echt. De beelden gaan we nog even één keer checken hoe dit aanging. Heel. Ja. Hij staat aan weg bij de auto. Kijk eens, jongen, wat een karater door die klappen. Echt niet normaal. Maar even voor de duidelijkheid, het is niet dat het helemaal uitbrandt. We staan hier met 1, 2, 3, 4 man staan we te stampen. Ja, er staan nog 5 bluswagens. Ja, precies, inderdaad. En we hebben nog flesjes water achter, dus geen paniek. Wat ik wel weet, is dat dit super lijp is. Zo, wat een licht, man. Zo stonden echt, we vroeger ook, ja, hè, met al die dit was echt cakes. Lijp, echt serieus. We willen nog even één keer proberen, of puur omdat het leuk is. Dan doen we even lamp aan, alles erop en eraan. En dan doen we even wat meer in het midden van het veld. En daaromheen alles weghalen, wat brandbaar is. Dat eromheen nat maken, en dan gaat het helemaal goed komen. Nou, op het kampvuurplekje wat we vanmiddag hebben gezien. Ja, dus dat is super veilig. En ik denk gewoon zo laten liggen. Ik denk niet dat je voeten voor doet. Nee, want het ging hier rennen we aan. Ja, we kunnen een tak erachter leggen misschien. Daar gaan we weer. Blaas je helemaal weg. Je voelt het zo erg met je voet als je hem erachter hebt. Ja. Die druk voel je zo erg. Ja, hoor. Door.
Ja, bijna. Het smult wel. Hier, oren dicht. Ja, weg, 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 weg. Holy shit! Wow! Deze ging lekker, hè? Heel vet! Lekker, camera's ook bijna leeg! Oei, joh! Wat een fikkie! Mooi! Ja, dit is gaaf! Nou, gaan wij weer even... Uitblussen straks! Uitblussen straks en genieten van het vuur, even gecontroleerd laten afvikken. Maar je kan gewoon onze auto gebruiken als aansteker! Ja, het werkt! Oh, lekker kampvuurtje hoor, in de verte! Oeh, zo'n flinke fakkel. En we lopen weer veilig door de garage. Of door de garage. Door, de garage is niet veilig. De gang, de garage niet. Wij hebben wat geleerd. De garage is niet veilig. Nee, maar we lopen hier door de gang. En dat wordt vanaf volgende week helemaal verbouwd, jongens. Ja, en dan mogen we via die VIP ingang. Ja, dan mogen we via de andere ingang. Kan wel al zien. Dat is Tidaro. Maar wat ik wel weet, is dat we de video gaan afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.